Maar pak in een natje voor de schrik. Ik vind niet meer maar een drank. Ik schrok zo om te kijken hoe Rak de gewonnen is. En is... We waren draadloos. Ja, sorry. Het ging even niet mis. Maar ze hebben nou geregeld dat we draadloze straling hebben. Ja, daarom. Dus het komt goed. We zijn er weer bij Wat een Huis Zou. Het is alweer dinsdag, Nel. De laatste. Ik vind het zo jammer. Ik vond het zo gezellig, hé. Het is zo gezellig. Ja. Maar luister eens. Ja, ik dacht de laatste dag. Ik denk, we doen een onderwerp lekker wat breder pakken. Ik denk, we doen niet één woord, maar we doen het wat breder. Nou, wij hebben dat verzonnen dan. Nou, geloof. Ja. Hoop. Oh, dat heb ik nog. Ja. En liefde, nou, dat schrok. Ja, dat zit bij ons wel goed, hè. Dus... Ja, en we hebben daar hele speciale gasten voor. Ja? Voor de hoop ja? heb ik gerocheld. Zeg het eens. Onze Rob. Rob van Uden. Dames en heren, daar redden we. Jawel. Ik dacht dat dat meer voor het geloof was. Nou, ik hoopte eigenlijk dat het voor de hoop was. Doe moet ik het weer verkeerd. Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik krijg van hem al het hoop. Oh, nou, we draaien het eens om. Jij bent hier voor het geloof. Vind je dat erg? Als we nou doen voor de liefde, dat vind ik eigenlijk ook wel aardig. Vind jij dat goed? Ja, maar luister eens, weet wie ik voor de liefde had uitgenodigd? Nou? Ja, luister eens. Ja, die zit toch een beetje in mijn hartje. Nee? Dat is toch een bekend figuur van de Bredase televisie en zo geweest altijd. Ja, hij komt net van de AA binnengelopen. Ja? Ja, jongens, kijk maar eens. Niemand minder dan onze eigen Pim. Vergeet ik een goeiemiddag. Goeiemiddag. Rob, ik heb alvast een glasje voor jou ingeschonken. Ja, wacht even, want dan gaan we eerst proost, even deze achterover proost. En gefeliciteerd met jouw eerste prijs. Ja. Met een eerste prijs. Oh, ik heb het nog niet meegekregen, maar dat neem ik erin. Nee, ik las het vanochtend ook op Facebook. Wacht even. Maar luister eens, snel. We hebben ook een heel speciale gast voor de kijkers thuis. Iedere dag heeft onze Cora gebeld van de ballen. En ze is vandaag live in de studio, lieve mensen. Niemand minder dan onze eigen Cora. En Cora, wat heb jij een prachtige termino aan. Hij is mooi geworden. Oh, hij ziet er mooi. Is mijn best gedaan. Prachtig. Prachtig. Hoe is het, meid? Nou, het was zwaar. Die zak die kwam maar niet leeg. Maar hoe ik heb hem iedere keer wat erbij gevuld. En hij komt maar niet op, dus ik moet nog een uur kunnen of twee, drie, vier. Heb jij van de politie al wat meer gehoord, dat ze wat meer van jouw stem gevonden hebben? Nee, want het signalement was niet duidelijk. Oh. Zeg Tommy, maar hoe noemde jij dat nou wat zij aan heet? Een Tamino. Ja, die had ons Maxie maar toch ook al? Een Tamino. Ik vind het knap dat jij dat weet. Een Tamino. Ja, ja. Een Tamino, dat is toga in Spaans of zo? Oh, zo. Vast. Zie, tante Nel, mag ik jou wat vragen? Ja, ga je wel. Iedereen zegt nou tante Nel tegen jou, maar wie is een tante ben jij nou eigenlijk? Ik ben de tante van heel het Kielengat en ver daarbuiten. Oké, want dat is mooi, want ik heb geen tante meer, dus ik wou vragen of jij ook mijn tante zou willen worden. Schat, oh, dat kan. Alles jij bent mijn neefje, je bent mijn alles. Nou, geweldig. Ja. Dat drinken we straks we op. We drinken er weer op. Als we de papieren meteen even in orde maken. Nee, Tommy, ik heb voor jou ook een vraag. Oh, God, zeg. Jij bent bijna 2 meter lang. Oh, waarom zeggen ze nou Tommy tegen jou? Ja, dat weet ik ook. Als jij nou Tommy bent, dan wil ik wel zo'n Tom zien, hè? Ik denk dat ik het weet. Ik heb hem wel eens in bad gedaan. Oh, vandaag. Maar luister eens, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken. De kijkers kunnen natuurlijk ook vandaag weer bellen. Want onze Cora was de grootste fan. Dat meske, dat bleef maar bellen. En ik zeg, schat, kom nou maar naar de studio. Want anders dan blijven we... En we krijgen wel rode oren van jou aan die lijn. Maar jij kunt ook naar de studio bellen op 06-577-7616. En onder in beeld kunnen het nog een keer lezen... 06-577-7616. En wie weet krijgen we jou dadelijk aan de lijn in de studio. En wat vind jij nou een normaal beltarief? Stand normaal beltarief. Normaal beltarief? Ja, dat is normaal. Dat weten wij niet, maar het is in ieder geval normaal. We hebben het gewoon normaal gehouden. Tommy, mag het ook op de mail? Oh, dat mag ook. Heb je mail? Ik heb mail. Oh, dan is goed. Mijn moeilijke vraag. Oh, laat kijken. Ja, mijn allermoeilijkste vraag. Ik wist niet wie de gast was. Maar als ik nou had gezien dat u er was, meneer... Nou, ze zeggen meneer tegen mij. Soms ben ik gewoon onder de indruk. Ik ben er gewoon stil van. Witte, maar dat was ik ook toen ik jou zag. Ja. Is toch de liefde? Ja, is de liefde. Ja, dat hebben we hier alvast weer gehad. Vandaag. Daar hebben we nog geloof en hoop over. Ja, de hoop is er wel. Ja. Mijn vraag is, hoe gaat het morgen in uw kerk? Is het dan druk, niet druk, de askruisje? Hoe gaan we dat doen? Nou, kijk, morgen ben ik in Dongen, Peerrijk. En daar hebben we natuurlijk ook een askruizenviering, hè, een aswoensdagviering. En toen ik afgelopen zondag daar in de oeleviering van Dongen deed, dat is zeg maar de peeënviering daar, toen heb ik ook een vrijkaarten gegeven aan de Raad van Elf. En aan de senioren die daar zo rondlopen en de mini-raad. Kunnen jullie naartoe mee spreken? En die hebben allemaal een vrijkaart gekregen voor de aswoensdagviering.
Kijk. Dus die zaten te glimmen en die waren blij. En ja, een kinderhand is gauw gevuld, zeg ja? maar. En maar meestal Rob, krijgen ze niet meer dan bier. Rob, luister eens. Van de week zaten wij hier in de studio en toen zeiden ze... er is iemand die gaat mee in een hemmer al die cafés langs, al die rookruimtes die er nog zijn. Die gaat al die asbakken legen, dat wordt bij de kerk ingeleverd. Dat is fantastisch, Kreske, maar ik geloof er niks van. Ik geloof, nee. Dan zitten we weer helemaal fout met geloof. Want dat is eigenlijk, wij zijn alle palmboompjes afgegaan van die buxuspalm. Ja. Ja. En dat is niet veel meer tegenwoordig, want die zijn allemaal opgevreten, hè. Oh, ja, dus je moet dan wel zoeken welke er nog over zijn. En die hebben we in brand gestoken. Er zijn eigenlijk meer rupsen dan buxus. Er zijn meer rupsen, ja. Ik denk ook dat we in de toekomst gaan maar met die rupsen uit crematorium. En dan hebben we zeg, ook waar, nog wat waar, af, waar liggen die worstelbroekers er allemaal naar ons te kijken? Nou, dat zal ik vertellen. Ik heb onze Mitchell weer op pad gestuurd vanmorgen. Ik zei, hey, ga eens lekker naar een bakker, want ja, jullie hebben dat wel meegekregen. Misschien er is een eigen worstelbroekje. Ja. Een Tommeke speciaal. Een Tommeke weer, hè? Dat hebben het toch weer. En dit zijn ze. Ja. Dat zijn ze, dus je kunt ze lekker proeven. Dat gaan wij doen. Voor de kijkers thuis, illustris, als jullie nou een leuke vraag hebben voor onze Pim of voor onze Rob of voor onze tante Cora. Hey, je kunt gewoon bellen op 0657776616. En wie weet krijgen we jou dadelijk wel aan de lijn hier live in de studio. Je hebt zelf ook nog één. Ook dat is lekker. Hey, maar Tommy en tante Nel, ik heb voor jullie wat meegenomen. Oh. Ik dacht, ik zou een cadeautje doen. Och. Dus nou heb ik twee cadeautjes. Nou. Ja. Dan kun je raden welke dat er voor Tommy is. Nou, ik ben verliefd op Sinterklaas, dus ik denk dat die van mij is. Nee. Voor Tommy had ik de staaf genomen, hè? Hey, en ik dacht bij tante Nel, dan denkt hij toch het eerst aan bloemetjesgordijn. Oh, dus ja. Och, wel ik leuk. Denk, ja, ik wilde gewoon voor jullie een mooi cadeautje meenemen. Ik denk, ja, het moet toch passen het bij uitpakken? Het thema geloof, hoop en liefde. Ja. Pak het uit. Oh, we mogen het al uitpakken. Pak het uit. Ben ik ook zo. Oh. Ik hoop dat jullie een goede binnenzak hebben. Nou, mijn oma Beppie, die deed altijd helemaal zo met Sinterklaas. Och, kijk hier nou toch. Oh, kijk nou. Ja, kijk, dat is een boekje over Maria. Dat heeft dan weer met geloof te maken. Al mijn en trouwens, kind meer, hoor. Met hoop en mijn liefde trouwens ook. Ja. En wat is nou... Dan moeten de titel eens goed lezen. Lees nou die titel eens een keer. Dat ook is altijd nou fijn. De paus. Ja, de paus. Maar kijk nou eens aan de voorkant. Ja. De titel. Ja. Maria die de knopen ontwart. Die de knopen ontwart. Ik dacht nog, zal ik voor jullie een touwke meenemen met wat knopen erin? Ja. Dan is een beetje aanschouwelijk onderwijs. Maar dat is bijvoorbeeld over iemand zit in de kast en die weet niet hoe dat hij eruit moet komen. Oh. Nou, dat is zeg maar een knoop. Ja. Och, dat boekje kan ik veel eerder moeten. Ja, nee. ik wou het niet zeggen, maar je begint er zelf over. Nee, maar Tommy, dan moeten die knoop die moeten dan bij Maria leggen s'nachts. Ja. Dan gaat er rustig lekker liggen slapen. Ja. En Maria die ontwart de knopen. Dat is om niet al te lang met al dat soort knopen rond te blijven hangen. Nou, maar dan dacht wordt het wel rustig op de maag. Ja, nou wist ik toevallig dat jij een zangeresje was geweest in een gospelkoor vroeger. Oh, witte gij dat nou ja, weer? Ja, dat weet ik allemaal. Ja, hier in deze kerk, notabene. Ja? Ja. Oh, nee, hiernaast trouwens. Oh, gaan we zingen? Je kunt gewoon meezingen. Ja, het staat er allemaal in. Ja. En er staat dus ook hoe de dag je die knopen eruit moet krijgen. Rob, een balken. Een balken erbij. Nou, lekker hoor. Dat is ook voor de mensen die geen balken hebben. Heerlijk. Dat is ook zo'n knoop. We maken eerst deze op, meid. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld, je houdt niet van carnaval. Nou, dat is een flinke knoop. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Dat kun je bij Maria wegleggen. Nou. Want het is natuurlijk toch wel heel sneu voor die mensen die eigenlijk altijd maar geen carnaval lopen te vieren en dan lopen te schellen en zo. Of mij voor racist uitmaken omdat ik me als pastoor verkleed, hè. Dat want dat mag tegenwoordig ook natuurlijk niet meer. Je mag niks meer tegenwoordig. Je mag dat niet meer tegenwoordig. Nee, want dan maakte de geestelijke stand maakte belachelijk. Hey, wat denk je ervan als ze dreigen verkleden als duvel? Als duvel, daar moet je helemaal niet aan denken, hè? Ja, maar als dat duvel. Vond ik zo mooi. Ik denk, wanneer komt dat duveltje nou uit de doosje? Ja. Ik heb er 10 jaar over gedaan. Kijk, volgend jaar heb ik dan mijn eerste jubileum als pastor, hè? Ja. Want ik doe al wel 33 jaar mee met een optocht. Maar nou dan 11 jaar als pastor volgend jaar. Dus ik had zoiets van, ja, mensen moeten toch een beetje een beter beeld van mij hebben. Want anders denken ze toch maar, ja, maar die is altijd zo vroom en moeilijk benaderbaar. Nee. Dus ik dacht, ze moeten toch zien dat die ook af en toe een scheve schaats rijdt, hè? Ja, dus vandaar. Hé, hey, luister snel. Nou, we hebben toren gekregen. Ja. Omdat die kabels een beetje kapot zijn gegaan, hè? Ja. Is er nog een beetje een probleem. Dus voor de kijkers thuis, er is even een probleem, maar hieronder in de kelder...
zijn ze allemaal druk bezig met die stopperkastjes waar die snoertjes weer in kunnen. En dan hopelijk kunnen ze dadelijk weer bellen. Maar ja, gelukkig, dat hoop ik toch wel. Gelukkig hadden we Cora nog. Want nou. Cora, jongen, die heeft volop mail gehad gisteren. Hier, kijk, we hebben dan een beller. Ja, we hebben een beller. Ik neem hem gelijk aan. Hallo, met wie? Hallo, Meers. Oh, wacht. Dat ben ik niet gewend. Nee. Jan moet erbij. Oh. Dat is druk. Hé, hey, hallo. Hallo. Nou, oh, je klinkt wel lekker dichtbij, joh. Ja, dat is echt knus, hè. Oh. Maar ik had er ook nog eentje voor Pimmeke. Oh. Want ik heb nou aan de pastoor gevraagd, maar ja. Nou was Pimmeke nog. Hé, hey, ik schakel even deur. Hallo, Cora. Meemijn. Hallo, Pim. Meemijn. Een vraagje. Wat is jouw mooiste dag van de carnaval? Ik heb 5 mooie dagen. 5 mooie vijf dagen? Eigenlijk is het voor mij 1 dag. 5 dagen lang. 5 dagen? Je gaat gewoon niet naar bed. Nou, Willem, ik was vanmorgen om 4:30 thuis, dus daar ga ik het wel. Oh, nou, dat wij samen al kunnen bellen, want toen was ik ook net thuis. Ja, ja, ja. Waar was jij geweest? Ja, ergens aan de haven, bij die oude kastelein. Ja, 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 ja. En een jong jasje, daar was ik. Ja, ik was in de koei. Echt waar? In het aardje. En alles goed gegaan? Alles goed gegaan. Tommy Job nog tegengekomen, daar was stik gezellig. Ik heb hem gezien, ja. En ik heb hem gezien? Ik heb hem gezien. En dan heb jij ook druk gehad gisteren. Och jongens, stik druk. Jij zat daar en jij zat daar. Ik kan jou wel vermelden, hij is eigenlijk wel netjes gedragen. Gelukkig. Echt waar? Ja. Ja. Dat is wat hij toch aan biechten. Nou, dat is nieuws. Dat is nieuws. En dan kan hij weer bij mij terecht, maar Tommy is thuis in het aardje, hè? Ja, daarom. Dat is een thuiswedstrijd voor hem, hè? En iedereen kent hem, dus niemand praat erover, hè? Want zo gaat het in de wereld, hè? Maar Cora, vertel eens wat meer over jouw eigen. Ben jij getrouwd? Ben jij verliefd? Ik ben hartstikke zwaar getrouwd. Oh, kijk. 20 april, 30 jaar. Okay. Met dezelfde, hè, Tommy? Ook nog. Ook nog. Dus best moeilijk. En hoe heet die? Koen. Koen. Ja, Koen. Daar moet ze het mee doen. En is het een goede vent. Hij is thuis, net zoals die van haar. Dus dat is best. Ja, wie ze lief heeft, die laat hem thuis. Ja, laat hem dat thuis. Is liefde. Och, ja, het kan tegen een stoontje. Jongen, de mail waait gewoon weg, de mail. Het kan tegen een stoontje. Ja. Nou, dat was mijn vraag, hoe leuk jouw carnaval is. En ik hoor het, ik ben nog niet klaar. Stik leuk. We hebben gisteren de Goddenoptocht gedaan. En het was mooi weer. Het was mooi weer toen we begonnen. En toen het klaar was, toen begon het te regenen. Nou, hoe mooi is dat? Ja. En dan kunnen we allemaal weer lekker naar binnen, lekker pilsje erbij, wachten op die prijsuitreiking. Precies. En ook dat is helemaal goed gekomen, heb ik vernomen. Ja, en als we het dan over het geloof hebben, dan zeg ik altijd maar van, dan kun je toch zien hoe goed dat Clara haar best heeft gedaan. Hè? Ik heb de laatste dag nog gebeden, tot Clara. Oké. Okay. En toen ging die optocht toch nog door, hè. En er gebeuren meer wonderlijke dingen, hè. Want in Dongen, daar hadden ze op zondag de optocht, hè. Ja. En wat gebeurt er nou, hè? Wil die club van de racisme, die wil ook in Dongen gaan posten. Nou, dat gaat helemaal fout. Ja, dat gaat helemaal fout. Wat heeft die commissie daar nou gedaan? Die hebben gewoon die optocht een dag verplaatst. Ik hou ervan. Goeie volk. Ja, dat is ongelooflijk. Hey, maar luister eens, Rob. Ik heb er wel een beetje zicht op de volgende vraag. Maar toch vraag ik het mijn eigen af. Want het weer is niet al te best geweest over het algemeen, hè, met carnaval. Hoe groot moet die worst nou zijn die gaan Clara geeft? Nee, je moet dat toch anders bekijken. Je moet eigenlijk dus zien dat dankzij die worst de optocht is doorgegaan. In het Kielegat. Ja. Oké. Okay. Maar er waren toch dus meer hoogheden? Kijk, wat je ook had kunnen doen, is gewoon een worstenbroodje van Tommy brengen. Wat hadden ze nog niet gehad. Oh, dat is waar. En je kent het spreekwoord, hè. In tijden van nood lussen we de worst ook zonder brood. Ja. Nou, hey, luister eens. Dat lus ik elke dag wel. Wij gaan voor een jaar een tommetje brengen naar Clara. Oh, dat vind ik een plan. En dan eten we er samen met haar, eten we er een. Ga er mee dan, Co. Ik zal mijn pakje aandoen en ik ga weer mee. Ja, tuurlijk. Want ik denk dat ik geen geluk breng, want vandaag schijnt de zon. Daarom? Ja, we hadden jou weer moeten halen. Goed dat ze is. Ze doen dat altijd 2 weken voor de carnaval, hè? Ja. Twee weken voor de carnaval, dan gaan ze bij Clara op zaterdag. Dat is een feest, dat wilde niet weten. Dat wilde wel weten. Ja, nee. Waarom zei je nou dat wij dat niet willen weten? Nee, soms is Pimmeke er ook bij. Soms? Ja, maar het kan ook heel gezellig zijn. Ja. En als ik meega, wordt het mooi weer. Ja. Wanneer spring jij nou uit een band? Oh, daar ben ik ook benieuwd naar. Nooit, ik gedraag me eigenlijk altijd. Hè. Tenminste, dat vind ik dan zelf. Dat is dan na carnaval of voor carnaval? Tijdens carnaval? Altijd. Tommy, was ik gisteren netjes of niet? Stiknetjes. Hij was echt stiknetjes. Nou, we gaan het al meemaken. Ik heb wel veel moeten kussen, dat hebben we wel, maar ik heb netjes gekust. Ja, maar hij stelt zijn eigen altijd netjes voor. Ja. Nou, dat wel.
Ja. Hey, maar hoorde je dat gerommel hier zo beneden? Ja, dat weet ik niet. Hey, ze kennen ons niet bellen, de haak ligt ernaast. Och, jongen toch. Ja, och, jongens, we waren even... Ik denk, dat wordt niet gebeld vandaag. Nee, maar... Die gasten zitten hier allemaal... Alles, nou ja, we zullen het wel zien. En anders bellen ze toch niet, kennen ons het schillen. Hey, maar luister, wat zijn de gebruiken met carnaval in de kerk? Nou, kijk, de gebruiken met carnaval in de kerk, dat hangt er een beetje vanaf wie er binnenkomt. Hè? Oh. Dus op het moment dat ik binnenkom, dan komen er ook wel gebruiken mee. Maar we hebben niet zoveel van die vaste gebruiken met de carnaval. Nee? Nee. Dus ben ik een beetje vrij mee carnaval? Ik moet natuurlijk ook wel werken. Dus ik doe dan mijn oeleviering en doe de peeviering, maar. En een papslokkerschatviering doe ik ook nog wel eens. Oh ja, dat weet je gisteren ook. Waar is papslokkerschat? Papslokkerschat, dat is molenschot. Daar zien ze het draaien, maar. Dat had toch moeten weten. Het scheelt niks dit jaar. Hij gaat even snel over die oeledienst heen, maar ik vond hem meesterlijk van het jaar. Ja, ja. Er was er één die heb ik helemaal plat gekregen. Dat was Pimmeke. Ja, dus ik daarom, vond hem fantastisch. Ik denk, ik neem hem mee, want ik heb één fan. Nou ja, Rob en ik hebben elkaar een aantal jaren geleden gevonden. Ja, want jullie hebben wel een speciale band. Als maar elk onze eigen oever, hè? Ja, dat is wel weer mooi, ja. Nee, maar we hebben elkaar gevonden met de brug, niet onder de brug, zal ik maar zeggen. Ja. Met de brug. Met de brug. Met de brug. En dat was een bijzondere ervaring om dat te mogen doen. Met De geloof, hoop en liefdebrug. Oh, liefdebrug. Ja. Dus jullie hebben daar zo'n slotje aan hangen, samen? Ja. Echt waar? Ja. Omslotje. Hij doet het weer. Ja, we gaan zo even verder. Ja. Ben je benieuwd, toch? Ja, hallo, Meemijn. Hallo? Ja, hallo, Meemijn. Ja. En met mijn. En wie is die een andere mijn? Sylvia. Och, Sylvia, weer gezellig. Schakel eens Wacht terug. Even, Sylvia, schakel ons snel erbij. Wacht, ja, ze komt eraan. Hé, hey, Syl, wat gezellig. Hallo. Hi. Hoe is Tante Nel? Nou, we zien er nog best redelijk uit, denk ik. Oh, vinden? Ja, nou, ik vind van wel. Ik vind dat je er goed uitziet. Vind jij ook dat wij twee van die knappe mannen aan tafel hebben? Jazeker, en een leuke vrouw erbij. Nou hè, is ze niet leuk, onze mini ook? Ik denk dat ik zo'n gesprek van heel veel komt. Uit welk land belde jij? Valencia, uit Spanje. Ook hij zit in Spanje. Valencia. Ja. Hey, en nee, dan ga je daar ook last van de zandstorm? Nee, we hebben geen last van zandstorm. Alleen maar van een heel lekker zonneke. Hé, hey, luister eens. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat er ook contracten waren afgesloten met de Spaanse televisie. Dat je ons kon ontvangen. Je kan gewoon kijken, niet zo? God, hey, dat is niet te geloven, maar ik zit gewoon op het terrasje naar jullie te kijken. Oh, wat leuk! Maar Sylvia, heb jij een brandende leuke vraag voor ons? Nou, ik wil eigenlijk aan Cora vragen of ze mij al een beetje mist tegen carnaval. Oh, jij kent ze. Ik ga ze door. We geven ze door. Hallo, Silke. Hoe is meid? Zijn er mooie mannen op dat terras of niet? Want dan kom ik daar ook naartoe. Nou, hier valt het eigenlijk wel tegen. Zijn ze lillig? Hier zit niks van bijzonders. Maar er loopt wel wat moois rond hier, hoor. Oh, voor jou ook. Dan wel. We gaan na de uitzending komen we naar Valencia. Ja, we komen dat is goed. Hey, wij zullen jullie allemaal ontvangen op Vliegveld. Hey, Sil, ik ben benieuwd of je mij een kaartje hebt gestuurd, maar ik draai dadelijk onze Koran even om met een zak. Misschien valt er nog aan zijn kaartje voor me uit. Sil, veel plezier in Valencia. Veel plezier vandaag. En dan zetten we dan daar adios of zo. Adios! Adios! Dat is dan weer geloof. Ja, dat is dan weer geloof. Zeg, Cora, doe jij ook wel met cricket? Nee, ik ben meer van de bitterbal. Ja, kijk. Vrouw Nabbenaert. Ja, de bitterballen staan aan deze kant van de tafel. Ja, wilde jij nog een lekker balletje? Oh, ga je het ook nog? De bitterballen van Cora. Ja, we leven alleen maar op drank en bitterballen, hè, met deze dagen. En worstenbrood. Dat ging er goed in. Lekker, hè? Dat Tommeke, ik heb helemaal geen spijt dat ik jou die staaf had gegeven. maar jammer dat ze er zomaar een paar in hadden zitten, nee, in die pan. Ja, nou ja, er zitten nog een in. Ja, maar ik ben netjes opgevoerd. Hey, maar Rob, zal ik de non-tuin laten. Luister eens, het is carnaval. En ik vroeg me eigenlijk een hele tijd al af. Ik heb natuurlijk
Wij hebben ook wel een speciale band, want jij hebt mij mogen... Och, jee toch. Hij leeft nog. Hij leeft nog. Er zat een springkaan in, dat is modern. Ja, we hebben vegaballen die ja. Ja, met een springkaan. Maar springkanen zijn vegetariërs, hè? Dat je dat maar even weet. Je kunt niet van de grond eten, hè? Dat is geen probleem. Ja, dat kan gewoon. Maar jij hebt mij gedoopt. Ik heb jou gedoopt, Tommy. Ik heb een communie bij jou gedaan. Nou, Tommy, jij was de tweede in mijn hele leven die ik ooit gedoopt heb. En hoe was dat? Nou, dat was in ieder geval... Ik was heel blij dat het niet een eerste was. Want? Nou, hij sprong alle kanten op. Oh. Dat kan niet verzopen net eigenlijk. Ja, en hij begon te zingen. Maar hij had zijn stem nog niet zo ontwikkeld. Dus het was een beetje gekrijs wat eruit kwam. Maar het was gekomen, al... Laat alles los, zei hij. Ziet hij dat toen al? Ja, toen al. Nou. Ik hap er even bij, joh. En toen heb ik... Och. Oh, we gaan zo verder. Echt. Al die onderbrekingen. Wat een stiekem. Ja, hallo, mijn. Hoi, met mijn. Och, en wie is nou de andere mijn weg? Sylvia, de overbuurvrouw. Och, Sylvia, alweer Sylvia? De overbuurvrouw. Ik maak geld kosten. Uit Valencia. Ja, alweer een Sylvia. De overbuurvrouw van de ouders van Tommy. Oh. Och, wat gezellig. Oh. Och, hé, hey, luister eens. Zitten ons pa en ma nog in de bank, of niet? Volgens mij niet. Oh, volgens jou niet. Nou, dan weet ik niet wat ze aan toe zijn. Nou, ik heb jullie moeder al gespot, hoor. Die zit hier gewoon in de zaal. Och, ons moeder is hier. Ons moeder is hier. Waar is ze dan? Dag. Ons moeder is hier. Dan met die gestrekte benen. Hé, maar luister eens. Er is een brandende vraag. Ja. Zit de opa ook in de studio? Wie zit er in de studio? Een varkje in de studio. Minuten. Wacht even. Verstaan dat weer, meneer. Sylvia... Even luid en duidelijk, wat zit er in de studio? De witte? Opa. Oh nee, die zit er oh, niet. Oh, de witte nee, van Aperen. We hebben wel vandaag de bonte. Ja. Ik geef de bonte even deur. Ja. Met een bonte hond. Maar ondanks alles, Tommy, die 4 dagen dat jullie carnaval vieren, zien dat jullie er heel goed uit. Oh, nou, dat is toch fijn. Maar luister eens. Zijn de mensen, leggen de mensen de lat laag, hè, op een gegeven moment, hè? Ik heb jou nou met de bonte hond doorverbonden. Ja, is goed. Nou, moet te luisteren. Dag Sylvia. Dag Sylvia. Hallo. Met Pim. Hoi, met Sylvia. Ja, ik hoor het. Hoe is het er stil van? Zeg, ja, ik hoef niet gelijk stil te vallen voor mij, hoor. Maar hoe ga ik het met jou? Ja, goed en met jullie. Ja, wij mogen niet klagen van een dokter. We hebben allemaal gedaan met de carnaval. Hebben wij een beetje gedragen? Nou, ik moest mij gewoon gedragen, want ik heb 5 kleine kinderen. Ja, wat wil je dat zeggen dan? Ik kan moeilijk carnaval vieren, want ik heb 2 jongere kinderen van 1 en 1,5. Ja, maar dan neem je het toch gewoon mee? Ja, of gezegd tegen een vent dat hij thuis moet blijven. Goed vastbinden. Goed vastbinden. Gezegd tegen een vent dat hij thuis moet blijven, dan kun jij er nog op. Nou, dat zou gezellig zijn. Ja, toch? Wij spreken dan vanmiddag af op de Grote Markt. Want daar hebben we Kielengat, Godstellend. Tante Nel en ik moeten daar jureren. Ja. Wij spreken af vanmiddag op de Grote Markt, Sil. Dan drinken wij samen een pintje. Kijk, dat is gezellig. Dat vind ik een mooie raad. Nou, Silke, de groetjes, bedankt voor het bellen, hè? Graag gedaan. Houdoe. Hey, Tommy. Ja? Wij hebben al een hele lange band, hè, vanaf het moment dat jij geboren bent. Ja. Hè? Daar kwam ik bij jouw moeder langs, ik weet nog goed, hè? Hanneke, weet het nog? Ja. Ah, fijn, ik kwam bij jouw moeder langs, die was mooi netjes maar opgemaakt en zo. Was Tommy toen al geboren of moest hij toen nog... Ja, toen ik kwam, toen was hij al geboren. Het is niet zo maar dat... toen moesten we het nog even afmaken, want met dat doopsel, dan is het nog maar half eigenlijk. Hè? Ja, maar ik denk dat de navelstreng er nogal zat met die lange band. Dat mijn band met Pim nog veel ouder is? Ja. Oh, dat meen je niet. De mensen thuis kunnen natuurlijk ook nog steeds bellen over dat onderwerp. Ja. Geloof, hoop of liefde. Ja. En heb jij nou een vraag, bel gezellig op. Want het is de laatste dag en ik heb zo gestudeerd op dat nummerke. Ja. 0657776616. Dus wilde jij nou bellen, 0657776616. Och, jee. En ze nou, hij doet het toch maar weer, ja, hè? Ja. Maar hij drinkt niet, hè? Hij drinkt niet. Nee, dan krijgt er niks in. Dan heb ik niet goed gekeken. Dank ja. Wacht even. Want... Meemijn? Jongen. Ja, is lekker, hè? Ja, meemijn. Je ligt wel te dabber, jij. Och, wie kan de lijn? Ja, de zus van Cora. Och, de zus van Cora. Het gaat maar door. Oh, wacht even. Ja. Ja, tante Nel komt erbij. Oh. Trio-gesprek, dat is de lekkerste de beleving die je kan hebben op de vroege middag. Nou, dan denk ik dat we Leonie aan de lijn hebben, of als niet? Als Leentje, ja. Ja, klopt, precies. Hé, Leen, wat ben jij nou met die kaas? Ja, dat ga ik dan net vertellen. Oh, vertel. Gij waarom?
krijgt zij bitterballen en ik heb kaas en worst. Nou, niet ze vanmiddag van mij niet meer. Wat zegt ze nou? Ik ga het jullie uitleggen. Oh. Iedere dag zorgt mijn zus voor de lekkere hap. Ja. Dat doet ze ook in hetzelfde café, daar aan die haven. Weet je wel. Ja, ja. Daar zo. Ja. Gaan ze iedere dag met kaas en worst rond. Ja. Van 's middags tot 's nachts. Maakt niet uit. Nou krijg ik bitterballen bij jullie. Dat is dikke concurrentie. Oh, ja, snap ik hem. Dan komt ze de kaas en worst, komt ze niet kwijt. Zeg Cora, ik vind dat jij ongelooflijk netjes bent. Want jij mag niet zeggen dat er bij Christian aan de haven is zeker. Nee. Nou, dan doe ik dat. Want dan krijg ik straks gratis een pintje bij Christian. Ja, dat is goed. Ja, maar ja, dat kennen we ook weer naar Tante Cor. En naar onze Gek, Tapperij. En hebben we dan nog meer? De Korenmaat en de Brussel. We kunnen overal naartoe. Hebben we nog even... Het is geen reclame, nee. Het is wel reclame. Nee. Nou, maar als... Christian aan de haven vind ik wel reclame. Nee, niet. Ja, maar dat is alleen voor insiders. Ja. Dat is alleen voor insiders. Hey, maar komt het nog goed tussen jou en uw zus toch wel, hè? Geen ruzie om dapjes. Nou, als ze nou over een uurtje weer gewoon lekker klaar staat, dan komt alles weer goed. Oh, alles komt goed. Ja, ze staan nou al klaar. Zet er een zak al aan. Ja, okay. En vol. Zakken vol. Hé? Hey? Nou, Leonie, maak er nog een leuke les de dag van. Bedankt voor het bellen, schat. Houdoe. Houdoe. Over de drank valt niks te zeggen, Rob. Nee, hè? Ik heb bijna niet meer spouwen. Nee, ik zit alleen... Misschien heb je een lekkere pils. Heeft er iemand een vorkje? Mijn bitterbal die is aan het verzuipen. Oh, nou wacht, ik heb de oplossing. Let op. Je kunt bij Rob altijd... overal twee keer komen. Nee, ene keer om hem voor te stellen en de tweede keer om hem te verontschuldigen. Maar Rob, ik had duidelijk een vraag aan jou. Want ik heb op die zondagschool, dat weet ik nog goed, dat was op een basisschool hier in Taagje. Ja, we zullen geen reclame maken. Dat was niet bij Christian aan de avond. Nee, want het was bij de eerste rit. Ja. Maar daar hebben we die hele Bijbel toe moeten leren. Maar is er nou ook eigenlijk een carnavalsgebed? Nou, wat die Bijbel betreft die de gij gehad hebt, die had ik geschreven. Oh, vandaar. Oh. Ja. Ik denk al, het is dus niet goed. Dus ik had dat een klein beetje aangepast. En dan dat ging over twee kindjes. Oh. En een jongetje, dat weet de gij dat heette goed, Tom. Oh. Ja. En dan mis Kate Nel. Hé, maar luister, ik heb de oplossing voor jou. Ik heb al pilleprikkertjes bij. Wat, hè? Pilleprikkertjes. Dan kunt hij zijn bitterbal eruit vissen. Oh ja, dat is ook wel mooi. Ja. Wacht even. Kies erop. Ja, hallo, mee mijn. Mee wat een huis zouden. Ja, hallo. We zijn toch een dabber, tegen de kijken. Och, wie hebben we aan de lijn? Miri. Och, Miri. Wacht, Miri Servaas is weer aan de lijn. Oh, ik ben er helemaal van ondersteboven. Zitten we nu alweer in Limburg aan de lijn? Ik vond jou gisteravond de optreden hartstikke tof. Oh, nou, dankjewel. Ja, dat is weer gekeken als een optreden. Hartstikke leuk. En Miri Lesteris, wordt bij jou Baroniet TV ook ondertiteld in Limburg? Ja, weet je, mijn vader was een Limburger, mijn moeder kwam uit Drenthe. Maar oorspronkelijk kom ik uit Twente. Uit Twente? Waarom praat jij dat zo zacht? Ja, dat komt dat we vlak bij de Duitse grens gewoond hebben. Oh! Dat is wel een mengelmoeder. Ik kom ook uit Enschede. Och, Miri, de lijn staat roodgloeiend. Ik ga jou weer hangen, want dan kunnen wij gauw doen. Dankjewel. Kijk. Eén vraagje. Oh, ja. Zeg het eens. Zeg het eens tegen mij. Pim. Ja? Pim. Wanneer kom jij eens een keer op de Baroniet TV? Ja. Nou, wie redt hem? Nou, maar, Hij is er nou. Ik ben er nou en ze willen eigenlijk alleen maar mensen die iets kunnen. Dus ja, dan val ik af, hè. Maar wat ik me eigenlijk nou afvraag, hè. Heeft Tommy jou nou betaald om te vertellen dat hij naar hem gekeken hebt? Ik denk het wel. Ik ben denk er bang voor. Ja, heb ik. Niet zeggen, Miri, dat hadden we afgesproken. Dat ga je niet zo vertellen. Nou, Miri, illustre schat, heel leuk dat jij gekeken hebt naar al onze afleveringen. Ik wens jullie nog veel plezier. Dank je wel. Houdoe. Hopelijk bel de volgend jaar weer, schat. Houdoe. Hiya. Hiya. Ik heb een vraag aan onze Rob. Oh. Rob Lesteris. Proost. Ja. Wij hebben nog niet de zegen gehad. En ik vind dit het moment. Daar ga je ons Cora, ons Tommy, ons Pim, men en uw eigen... Even en jij had speciaal een playborstel uitgezocht.
Ik heb een schone pleesborstel. Ik wil heel graag met een pleesborstel gezegend worden. Die heb ik uit de Malle Molen meegenomen. Oh, toch niet uit de wc? Ja, die stonden in de wc, want het was Niek, die moest altijd poepen. Hij heeft 2 weken in het kloor gestaan, maar je weet, hè? Daar zit niet zo gek veel poep aan. Nee, een beetje maar. Ik val me nou mee, een paar stukjes zie ik zitten. Ja. Een paar stukjes, maar het is dun. Nee, ja, het is dun. Ja, dat met deze dagen, de dunne poep, hè? Ja, de dunne, ja. Tom, kan jij dan water aan geven? Ik heb wijwater geregeld. Als die nou een beetje omloopt. Zo. Of met bier. Oh, zou dat kunnen? Kan ook met bier. Nee, ja, wacht even. Ik ben speciaal vanmorgen nog naar Lourdes gereden, Pim. Oh. Ja. Oh, nou, of daarom ben ik eigenlijk genezen? Dat bedoel ik. Ik kan niet eens meer lopen. Oh, daar komt ie. Sta ik zo goed met mijn rug in beeld? Oh. Ja hoor. Ja. Ja. Wat een luisteraar. Stop nog maar lekker even wacht door even met de confetti. Wacht even. Hé, hey, Hanneke, zit jij er ook? Nou, dat sopte Hanneke. Ik ga Hanneke zegenen. Die zit daar zo, dus met die zwarte haartjes. Dat is nog zo'n jong grietje uit Spanje. Oh. Wacht even hoor. Olé! Hanika is dat dan, hè? Oh, ja. Of is dat nou weer Zweeds? Ja, dat wacht mag even, niet Hanneke, uit. Dan komt hij. Dan een kortsluiting. Ja. Maar nou wilden jullie de zegen ja, hebben. Ik wil de zegen. Je hebt een pastor uitgenodigd, maar een echte. Hè? Als ik nou geen echte was geweest, had ik het met dat water gedaan. Oh. Maar omdat ik een echte ben, doe ik dat niet. Hè? Dus ik leg haar de handen op. Hè? En dat ze gezegend mag zijn. En ik leg hem de handen op, dat het ooit nog goed komt. Och. Nou, ja. Dan mag de maand wel langer laten liggen. Ik voel van alles van binnen. En ik leg bij Christel leg ik de handen op. Praise the Lord. Ja, bij tante Nel. Oh, meestal, ik voel het. Meestal leggen ze bij jou ergens anders. Dat ze nog eens een keer mee mag spelen in L'Histoire d'eau, hè. Ja. Oh, ja, en dan krijg je hier zo nog bij Pimmeke. Want ja, dat hebben jullie nog niet gehoord, maar ik ben met Pimmeke eigenlijk al verbonden vanaf het moment dat ik van de borst was. Oh. Ja, ik had een bordje, had mijn moeder. En als ik mijn pap opat, dan kwam ik onderaan bij een paar beestjes. Zo'n bordje had ik ook. En een van die beestjes, Pim, gelukkig geloof ik niet, dat was de gij. Oh. Pimmeke de hond. Het was Leo de leeuw, Jasper aap en Pimmeke de hond. Hoe krijg je dit verzonnen? Ja, zo worden gewoon van kind af aan de bonte hond. Ja, niet normaal. Nou, zo is het gekomen. Och, ik ben met een bellen, Helm. Ja, hallo, met mijn? Ja, met mij. Oh, en wie heb ik aan de lijn? Met wie heb ik het genoegen? Met Bianca. Och, Bianca, hallo, goedemiddag, hoe is het, schat? Goed, wat hebben jullie? Nou, het is nog vol touw. Wacht even, ik haal Nel erbij. Ja. Hé, hey, Bianca, met mij? Hé, hey, met mij. Hoe is het? Goed. Heb jij een brandende vraag voor ons? Ja. Zeg het eens, schat. Ik ben ook op zoek naar de liefde. Och, ik ben op zoek naar de liefde. Luister eens, waren die twee in de studio misschien wat voor jou? Wij kunnen wel wat betekenen in de liefde. Ja? Ja, ja, dat kunnen wij samen. Ja, ja. Ja. Nou, dan hebben we wel een tof stijl, Bianc. Ja, het stinkt gezellig. Omschrijf de wijgen eens, Bianc. Hoe ziet jij eruit? Gewoon zoals in de reclame, zeg maar. Wat zijn jouw maten? Mijn maten. Ja, ik bedoel, mijn maten zijn Tommy en Nel en Rob. Dat zijn mijn maten. En wat zijn jouw maten? 90-60-90. Hey, Bianca Lestris, ik word vaker met dit soort vragen opgebeld, hè. En wat de kijkers niet weten, de hele dag door gaat bij mij die telefoon met appjes en met mailtjes. En ik heb gewoon hier bij Baranite TV een aantal rondlopen waarvan ik een leuke selectie heb. Dus misschien zit er wat voor jou tussen. We hebben een mooie selectie klaarstaan, niet hoor. Zit er jij mee, te kijken? Ja. Ja, ik zit mee te kijken. Nou, let op, dan doen we jou zo dadelijk. Ik kan op een knopje drukken en de show jou direct de eerste persoon. Let op. Nou, daar let komt op. Daar komt hij. Let daar op, gooi hem er maar in. Oh. We hebben hier Damien, jawel. Oh, wat een duifje. Damien. Onze Damien. Nou, Hij is groot geschapen, altijd in een brede lach. Ja. Is het maar voor jou of zullen we verder gaan? Oh, dat is wel een lekkere hoor. Nou, ik zou het wel weten, maar daar komt nummer 2, Bianc... let op. Oh, dan alleen. Maar Bianc, ik heb de volgende voor jou, let op, de volgende. Jawel, onze Mike. Onze Mike. Ja, wie kent hem niet? Kijk, hij staat in de Efteling. Oh, dat is reclame, maar hij heeft er een abonnement. Ja. Hey, je kunt vaak met hem mee, hoor. Hij mag een introducé meenemen. Ja. Is dat wat voor jou?
Ze is er stil van. Ze is er echt stil van, hè? Bianc, maar nou komt echt, jongens. Lekkere, jongen. Ik zou van de stoel glijden, hoor. Let op, daar komt-ie. Oh, dat is een lekkere. Nou, dat is echt... Onze Ron is zo'n schatje. Ja. Als jij echt het leven goed wil doorkomen, dan pakt een Ron. Ja. Ja, hoor, dan komt het helemaal goed. Zit er wat voor... Zit er wat voor jou tussen? Je moet nu kiezen. Nou, nou wacht, he. Mag ik er nog eentje bij gooien? Nou, wie gooide jij erbij? Oh, dat top. Oh. Onze lieve neer. Is dat Jezus, ook... dat meende niet. Is dat ook wat voor jou, maar, misschien? Want... Dat vind ik wel een goede suggestie, maar er zit niet zo gek veel leven meer in. Er zit niet veel vlees in de kuip. Nee. Is leven naar de nee, mag ik... Maar dat kan er wel weer terug in komen. Dat is Bianca. Dan weer het voordeel. Nou, dat blazen gewoon er, zijn, er zijn wel meer mannen die dat zeggen dat er leven er weer terug in kan komen. Bianca, maar... Deze drie, bij Willem de Zwerver. Deze drie vrijwilligers van Barreniet TV, die wilden voordat de carnaval afgelopen was aan de meid. Ja. Dus je hebt nog tot vanavond. Doe jij mij mailen waarmee dat jij een date wil, dan doe ik jou dat nummer geven. Ja, dat zal ik doen. En je kunt ook vanmiddag naar de Grote Markt komen. Ja. He, bij Kielegaard's God's Talent, als daar zijn Nel en ik ook. En de Brakke Smee. Oh, Pim is er ook. Ik kan ze gelijk met jou kennis maken. Kan ze gelijk mee kennis maken. Ja. Ja. Hé, hey, Bianca, lieve schat, fijne dinsdag nog. En ik hoor straks graag van jou. Op de liefde, Bianca. Op de liefde. Hey. All you need is love. Oh. Och, wel leuk. Nou, daar redden we ons, Damien. Oh. Nou, echt. En je thema loopt wel lekker, hè? Ja. Nou. Het thema loopt wel lekker. Ik moet zeggen, ik vind het wel een goed leidend thema wat jullie voor vandaag hebben gekozen. Ja, nee, daar komt er, een korte of een lange ei. Dat hoort er allemaal bij. Daarom niet ik onze lieve neer ook even zien. Want dat was leiden met een lange ei. Hè? Maar hebben jullie nou, zeg maar, een... Jullie zijn ras echte kielegatters. Ja, kunnen we wel zeggen. Ras echt. Kunnen we wel zeggen. En wat maakt nou voor jullie het Kielegat tot diercarnavalstad? Dat je een goede stapmoment hebt, dat is wel belangrijk natuurlijk. Oh, wacht even. Voor raszuiverheid, dat wil ik wel. Dat wil ik wel. Racisme en zo. Daar wil ik wel iets serieus op zeggen. Ja. Waar wij in Kielegat goed in zijn, is alles met elkaar te delen. En dat bedoel ik netjes. Ja. Er wordt gein wordt met elkaar gedeeld. Het verdriet wordt ook met elkaar gedeeld. Ja. En ik heb nog geen narigheid gezien. Zondagavond op de Grote Markt. 7000 jonge mensen. Waanzinnig, hè? En er was niks onvertogens gebeurd. Dat is het Kielegat. Dat is het Kielegat. Tommy, weet jij dat ik af en toe zo verliefd kan worden op Pim, hè? Als hij zo begint te praten, dan denk ik... Oh, manneke toch. Ja. Ja, maar met carnaval maakt het niet uit, hè? Nee. Hebben ze mij altijd geleerd. Dat is universele liefde. Ja. Carnaval is helemaal universeel. In het goed Breda's zeggen wij dan... Het nukt niks. Het nukt niks. Het nukt niks. Niks. Wat is dat Nederlands, Pim? Dat is gewoon Nederlands. Het maakt niets uit. Het maakt niets uit. Verstonden ga je hem niet. Hey, ik vind dat Nederlands vind ik zo vermakelijk af en toe. Dat wil ik ook wel eens horen. Hey, en luister eens, weet wat ik nou zo mooi vind? Nou? Cora. Hoe zit dat met jou? Hoe zit Kielegat bij jou in een hartje? We doen er nog eentje, Pim. Ja, echt. Neem je nog eens een balk erop. Ik heb de paplepel ingegoten. Uitkijken, vanaf mijn 2-3 jaar liepen wij mee in de Brakkesliert. Samen met mijn vader. En ja, carnaval is 5 dagen hoe feest. Oud is hij? Dat is weken van tevoren pakken maken. Nog in de Brakkesliert? Eten, voorbereiden. Gewoon. Ga je niet zo zijn leven als kinderen? Cora, wilde jij even delen? Hoe noemden ze jullie pa? Oh. Ja, ik wil het nu horen. Oh ja, nou, mijn vader is Jan Willemsen, de glazenwasser. En? Jantje Poep. Jantje Poep. Ja. Ze zegt ze eventjes heel snel, hè? Ja. Jantje Poep. Lekker, hè? Ja. Oh. Leef je vader nog, Cora? Nee. Oh, dat is jammer. Mijn deur ook, neem op. Ja, hallo, mee mijn. Wat een huis zouden, zeg het eens. Hallo, mee mijn. Je vrijer, hoe is het? Oh, wacht, ik wil u wel even doorverbinden met mijn tante, die wou wel kennis maken met jou. Ik weet niet wie ze een vrijer is. En Tommy een vrijer? Ja, alleen. Wie dan? Toch wel het Kruikenstad. Och, hey, wat gezellig. Oh, Mitchell. Oh, Mitchell, hoe is schat? Oh, met mij alles goed, maar ik wou het gesproken, hè? Wanneer ga ik naar huis? Wanneer dat ik naar huis kom? Nee, hij gaat met mij mee. Nou, ik zal je vertellen, dat wordt pas laat vanavond, schat. Want...
vanavond, ook voor de kijkers thuis, er gaat een heel leuk nieuw feest plaatsvinden op de havenmarkt, het Havergat. Dat is de Alafterparty. Dus na het verbranden van Kisken en Misken die poppen... Alaf, ja, ja. Alaf! Dan vindt daar een gezellig meezing feest bij. Dus we moeten carnaval samen eindigen. Nee, dat is het Kielegat. Samen maken, samen eindigen. En ja, en dus ik kom pas na de havenmarkt naar huis. Of niet? Hij zou toch blijven logeren? Oh, morgen bij het ontbijt bij Tante Nel, oké, schat? Oh, dat is gezellig. Dat vind ik nou gezellig. Dat we kijk, dat bedoel ik. Nou, dat is goed. Hé, schatje, dikke kus. Ik kou voor jou. I love you. I love you. Houdoe. Hé, en dan meteen naar de Askruisviering, hè? Ja. Dus eerst nog een paar haringjes happen. Zeker wel. Oh, dat doen we morgen. Ik kijk nogal makkelijk de dingen door de vingers, hè. Eerst een paar haringjes happen. Het is natuurlijk gewoon een foute boel, maar goed. Ik zou, als ik jou was, de volgorde doen dat je eerst het askruske doet en dan die nering. Ja. Want anders stinken uw vingers zo naar de maar vis. Nel. Dat is voor niemand fijn. Nel. Ja, maar ik begin toch niet lieve gasten. Lieve gasten, let op. Oh, pak het glas. Nou komt-ie. Pak het glas. Welk pak glas? Maar gewoon rosé. Ik wil even een dankwoord spreken aan onze Pim en onze Rob en onze Cora die er vandaag waren. En natuurlijk aan alle lieve kijkers. Alle bellers. Want het zit erop. Het zit erop voor ons. Ja. Morgen. We gaan afsluiten. We gaan volgend jaar weer terugkomen. Ik hoop dat jullie dan weer net zoveel gaan bellen. Mag ik nog wat zeggen? Ga je wel. Schrijf het nummer heel goed op. Ja. 06-577-7-6-6-1-6. En dan ga ik het herhalen. 06-577-7-6-6-1-6. En volgend jaar zijn we weer bij jullie terug. Wat een huis, houden. Houdoe. Houdoe.